Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het roofvisseizoen in Nederland is al een paar weken open. Ik heb al een paar mooie snoekbaarzen en baarzen weten te vangen. Ondertussen ook nog een weekje naar het noorden van Noorwegen geweest. Om op kabeljauw en op koolvis en pollak et cetera te vissen. Daar komen een paar coole video's van aan. Maar ik heb in Nederland natuurlijk nog een missie openstaan. Ik moet een Nederlandse meerval weten te vangen. En in de vorige twee video's was ik dichtbij aanbeter gehad. Maar nog geen meerval in de boot gehad. Het is vandaag een drukkende, warme zomerdag. Ik ga het weer een middag en een avond proberen. Op dezelfde plek waar ik de vorige keer mijn misser kreeg. En maar hopen dat ze dit keer iets gretiger zijn. Zoals je ziet lig ik inmiddels op het water. Bootje is helemaal in orde gemaakt, hengeltjes zijn opgetuigd. Ik begin denk ik als eerste op de stek waar ik de vorige keer de aanbeet kreeg. En veruit de meeste stijgers en activiteiten. Ja, dat is gewoon, moet gewoon een hotspot zijn. Daar ga ik het even per uurtje proberen. Daarna ga ik even kijken of ik nog weer wat nieuwe plekken kan vinden. En ik denk dat ik daar in de schemer ook weer ga afsluiten. Dus dat is het plan. Let's go! Zo, eerste drift en de eerste vis is al komen kijken en hier weer keihard naar beneden. Dat is veelbelovend. Nu heb ik de stek een aantal keer afgedrift. Super veel stijgers gehad. Ik denk al zeker 5-6 verschillende vissen een aantal keer eronder gehad. Maar nog geen aanbeter gehad. Dus nu heb ik het anker weer even uitgelegd. Zodat ik op de stek waar ik elke keer de stijgers krijg. Ja, gewoon echt stil blijven liggen en gewoon heel secuur, heel rustig, zonder dat ik ook maar een van de motoren aan heb staan, dat ik hem kan uitvissen. Even kijken of dat wat oplevert. Nou, ik heb nu een paar uur gevist op deze stek. Bizar veel stijgers. Ongelooflijk. Maar geen aanbeter nog, anders had hij het wel gezien. Ze komen allemaal wel kijken, maar hap zeggen ook. Ik denk dat ik nu dit gat maar weer even met rust ga laten. Even weer een paar andere stekken ga aandoen. En dan als het zonnetje weer iets lager staat, nog een keer terug hier naartoe. Shit. Zo. Nee joh. Oh. Shit. Ik zit even op een nieuwe stek. Vanaf een kripkopje. Nou, ik denk dat ik 30 meter had gedrift of zoiets. Op 5 meter diepte. Kwamen er twee signalen omhoog. En binnen no time, pok, pakte er eentje het aas. Ik sloeg wel aan, maar een gat in de lucht. Het zit niet mee. Maar de vis is wel actief, dus het geeft wel echt hoop.
moeten zakken. Ik denk dat het laatste uurtje van de dag is. Bizar hoeveel stijgers ik hier krijg. Echt de een na de ander komt naar het aas kijken. Bijna om de minuut krijg ik wel een vis onder het aas. Is niet te geloven, maar ja, op deze plek geen tikkie gehad, niks. Alleen op dat nieuwe plekje. Ja, als ik nu kijk op het scherm zit er weer een bij. Dus ja, nou, nog maar eventjes een uurtje volhouden. Volgens mij is het echt puur een kwestie van volhouden. Want op een gegeven moment moeten ze toch een keer hap zeggen, zou je zeggen. Goed, zonnetje is onder. Ik kan een heel lang verhaal gaan houden over stijgers en aanbeten, dat soort dingen. Maar goed, verandert niks aan het verhaal. Ik heb nog geen meer van gevangen, dus hier komt een vervolg aan. Tot de volgende keer. Oké, volgende poging. En dit keer is Stef er weer bij. Hoi. Ik zag hem! Nee joh! Daar is hij! Ja! Daar is hij! Kijk, daar is hij! Lille touch, het held! Missie geslaagd! Ja! Mijn eerste meerval in Nederland is gelukt! Yes. Oh. Je bent geen grote, maar je bent zo cool. Oh shit, jongen. Maar hij lijkt wel haast albino of zo, man. Ja, hij is echt heel geel, hè? Ja. Dat zijn ze volgens mij wel vaker van dit water. Oh, kikken, jongen. En we zijn eigenlijk net begonnen. Ik denk dat we een half uurtje bezig zijn. Half uurtje, ja. Echt een half uurtje bezig en... Boenk. Boenk. Yes. Vet, even een paar plaatjes maken, man. Daar is hij, mijn allereerste meerval uit Nederland. Ik heb er, ik denk, 4 sessies voor moeten vissen. Maar man, wat voelt dit ontzettend goed. Hier gaan we er zeker meer van volgen. Vis van, nou, zal die zijn rond een meter. Niet opgemeten, maar ja, hij is niet super groot, maar hij betekent heel veel. Dus super geslapen. Gaat hij weer terug en dan gaan we op naar de volgende. Daar gaat hij. Yes! 2 hele blije mannetjes en ik mag vissen. Yes, Stef's beurt. Traditiegetrouw. Nee, je moet dat tikken. Kom op. Ja. Hoppa, op naar de volgende. Maar ik snap niet waarom ik zo blij ben, want ik heb helemaal geen kut gevangen. Maar... Wou je wat zeggen? Nee hoor. Goed, het zonnetje zakt langzaamaan achter de horizon.
Steven heeft best wel wat stijgers nog gehad. Twee plukketjes, twee aanbeetjes. Drie denk ik. Drie aanbeetjes. Ja. Maar ja, nog niks om echt op aan te slaan, geloof ik. Nee. Ik denk dat we nog een half uurtje doorvissen en dan is het, ja, dan wordt het donker en dan gaan we het spulletje weer opruimen. Kijk, en as we speak komt er weer een vis in beeld. Godverdomme, die komt hard ook. Sorry met geluk. Jan Doornie. En hij stijgt gewoon mee, hè? Pak het dan. Ja, hij pakt hem. Aanbeet? Ja. Hij zit er nog steeds bij. Ja, denk je weer. Ja, hij heeft er. Ja! Ja! Yes! Nee joh! Ja! Yes! Zo! Wat nee. Vet! Nee joh! Ja, nou ja, we kregen stijger na stijger nu weer ineens wel. Deze pakt hem, dacht ik. Maar hij zat in zijn flank geraakt. Nou ja, kan gebeuren. Dit is wel mijn allereerste Nederlandse merel. Yeah! En als ik zo doe, dan lijkt het toch wel. Ja. Yes man! What the fuck is dit? Zit je 15 dagen te ploeteren? Nou, dat is overdreven, maar 4 toch zeker? Ja. En dan vang je er allebei op één avond, vang je er allebei één. Ja, zo kan het lopen. Ja. Ja, leuk. Nou, we hebben nog een half uurtje, was ik net aan het vertellen, dus... Nou, jouw beurt weer. Ja. Yes. Ja, dit was echt een fantastische sessie. Eigenlijk helemaal ongepland. Rond een uur of vijf benaderde ik Simon en zo was het plan ineens spontaan geboren. Een paar uurtjes later en twee Nederlandse meervallen later. Dit zijn de momenten, hè. Ik bedoel, zo kun je dagen plannen en dan opeens, ongepland momentje. Ik had de boot nog in de auto liggen en de pieren lagen nog klaar. Fuck it, we gaan gewoon even een paar uurtjes en bof, twee meervallen. Super vet. Dus, missie hartstikke geslaagd. Oh, ligt nog een meer vol. Nee, niet weer hè? Nee. Nou, missie in ieder geval hartstikke geslaagd. Ja, gewoon twee Nederlandse meervallen gevangen. Super vet. Heeft wel wat pijn en moeite gekost, maar hey, is gelukt. Vond je het een leuke serie van de meervallen in Nederland? Even liken die video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even hieronder. Komen weer vette video's aan. En er zit weer een meerval onder Maas. Maar goed, wij gaan de boel opruimen, naar huis en klaarmaken voor de volgende avonturen.